Vorige week gaf ik de allerlaatste muzikale aanwijzing. Die ging over de mol. Vroeg in het voorjaar ontmoeten ze elkaar. Ja, staat die trouwens bij jou in de platenkast? Paulien, goedemiddag. Hoi, ik heb geen idee waar je het over hebt. Dat plaatje? Of, ja, dat plaatje Cornelis Vreeswijk. Oké, nee, dat staat niet bij mij. Nee, die heeft niet grijs gedraaid. Het was de Nozem en de Non. Oké. En dat zou moeten leiden tot de mol. Maar ja, jij wist natuurlijk al lang wie de mol was. Hè? Ja. Ja, jij was er al lang achter. Ja, Cornelis Vreeswijk, dat zou kunnen slaan op jou. Want jij heet natuurlijk Paulien Cornelis. Ja. Maar ja, Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Jouw doopnaam is? Cornelis. Cornelis, dus ja, daar komen we niet veel verder mee. maar dat liedje van die Cornelis Vreeswijk, die eindigt dan met de zin: vraag de non er maar eens naar. Dus wil je weten wie de mol is, vraag het aan de non. Nou ja. Oh, omdat Kees katholiek is. Nou, nee, ja, in dit geval, ja. Kees zou misschien een goede non zijn, maar jij werd ermee bedoeld, Paulien. Ja, zij weten waarschijnlijk meer over jouw levensstijl dan wij. Ja, inderdaad. maar wat zou dat dan met mij te maken hebben? Nou, ik vraag de non er maar eens na. Dus ik vraag aan jou, wie is de mol, Paulien? Ja, Kees dus, ja, hè? Ja, dat is het. Dat was de uitleg van de muzikale aanwijzing. Maar jij wist het al vrij snel, hè? Aflevering 1, geloof ik. Nou ja, ik dacht eigenlijk meteen wel van er klopt iets niet aan Kees. Dus toen dacht ik, hij kan wel de mol zijn. En toen ben ik natuurlijk extra gaan opletten. En toen kwamen er de hele tijd dingen voorbij waarvan ik dacht, oh ja, dat zou ik ook doen als ik de mol was. Dat wordt in het programma natuurlijk de hele tijd tunnelvisie genoemd. Maar dat kan geen kwaad als je dus vanaf het begin op de juiste mol zit. Ja, maar dat was het niet hoor. Want ik heb wel de hele tijd ook gestrijd, zoals dat heet. Dus ik had geen tunnelvisie, maar ik was ook niet heel erg geobsedeerd ermee bezig. Dus, nee, je zei gisteren volgens mij ook dat je in de loop van de serie Kees juist iets minder verdacht begon te vinden, maar toch nog wel steeds ook op hem zat. Het was eigenlijk rondom die opdracht met dat water, waarin Tania en Tim op zo'n boot heel rare dingen in het water aan het doen waren. Toen dacht ik, zou ik er toch helemaal naast zitten? Dus dat was even een periodetje binnen het spel dat ik een beetje begon te twijfelen. Maar ja, altijd heb ik hem er wel bij gehouden als mijn lijstje van verdachten, zeg maar. En ja, dat bleek dus op zich goed. Ja, volkomen terecht, zouden we kunnen zeggen. Hè? Dat is dan ineens een understatement. Kees, wist jij dat Paulien op jou zat? Weet jij als kandidaat een test hebben gemaakt op wie zij zitten? Ja, je hebt natuurlijk wel een klein beetje een lijntje met de programmamakers. Dus dat wordt af en toe wel een beetje ingefluisterd. Dat is een understatement, Kees. Ja, daar is er dan eindelijk een. Maar dat wist ik wel. Maar dat voelde ik ook wel. Ik bedoel, de manier waarop Paulien speelt. En met name ook Caroline. Ik voelde gewoon aan dat zij mij verdachten op dat moment. Dat is moeilijk uit te leggen, maar dat voel je als je bezig bent met dat spel. Paulien, hoeveel geld heb je verdiend? Ja, er gaat dus heel veel van de belasting. Maar laten we het even gewoon op bruto houden. Ik weet niet, dus bruto is 17.000 nog wat. Ja. Ja, en Mol, hoeveel geld heb je weggespeeld? Dat heb je uitgerekend. Nee. Oh. Ik kijk eventjes naar rechts. Nee, dat heb ik niet uitgerekend. Ik weet wel dat al het geld wat ik zeg maar heb binnengeharkt, dat had het dubbele kunnen zijn. Of misschien wel het driedubbele. Hm. Dus Paulien, ja, in dat licht dan valt die belasting nog wel mee. Ja. Maar dus sowieso, weet je, ik denk niet dat iemand, ik ook niet, duidelijk aan dat spel meedoet om nou eens fijn geld te verdienen of zo. Nee, er zijn makkelijkere manieren, wou je zeggen. Dat weet ik ook weer niet, maar dit was eigenlijk in 3 weken best wel verdiend. Maar er zijn behoorlijk wat vragen binnengekomen, die wil ik toch nog even doornemen, want dat is extra leuk. Bart Verwij bijvoorbeeld, deze is voor jou, Kees. Beste Kees, wanneer heb je hem het hardst geknepen en dacht je misschien wel ontmaskerd te worden? Dat was tijdens de allerlaatste aflevering, aflevering 9. Dat was tijdens de bibliotheekopdracht. Dat was, Paulien begint alweer gelijk te lachen. Dat was eigenlijk de enige opdracht waarbij ik me een beetje in het nauw gedreven voelde. Ja. Tijdens al die andere opdrachten had ik altijd een maatje die mij niet verdacht. Dus als ik bijvoorbeeld een Sarayda om me heen had, of een Daniel, of een Tim, of een Joep, die verdachten mij niet. En dat voelt veilig. Ja. En als je dan op een gegeven moment in de bibliotheek staat met die laatste opdracht en je weet gewoon van, ja, ze zitten gewoon met z'n tweeën nu op mij. En dat hebben ze ook wel echt laten merken. En toen was het zoiets van, oké, het spel is bijna gespeeld. Nog 1 opdracht. En dat was maar goed ook. Paulien, ik heb er ook nog één voor jou. Deze is misschien voor je volgende boekje. Die gaat dan waarschijnlijk taal is zeg maar nog steeds niet helemaal mijn ding heten. Pauline, had je aan het begin al van de geldprijs kunnen dromen?
Pauline, had je aan het begin al van je geldprijs kunnen dromen? Maar dat is waarschijnlijk niet zo bedoeld door Rens, want ja, het is getwitterd en dan doe je dat snel. Waarschijnlijk al. Ja, wat zou die bedoelen? Ik denk dat hij bedoelt misschien dat je. Had je misschien aan het begin van de serie al het idee van. Nou, die jackpot die is misschien wel eens voor mij. Dat was een beetje gek. Enerzijds dacht ik van. Ik vlieg er elk moment uit. Maar soms had ik toch ook het gevoel van. Ja, het lijkt me wel heel sterk als ik dit niet win. En dat waren maar momenten hoor. Maar af en toe dacht ik echt van natuurlijk win ik dit. En dat was heel gek. Ja. Maar ik had dus alle twee een beetje. Van dezelfde Rens, Kees, je was een hartstikke goede mol. Dank je. Die kan je toch in je zak steken. Was je niet bang dat je zou blunderen of zou lachen? Dat je dan op een gegeven moment. Want je hebt natuurlijk hartstikke veel gelachen. Dat je op een gegeven moment. Dat het een soort van maniertje werd om niet verdacht te worden. Nee, dat is absoluut geen maniertje. Want mensen die mij persoonlijk kennen, die weten dat ik zo in het leven sta. Ik lach altijd. Daar rouw ik nou helemaal van. Ja toch, Paulien? Ook als de camera's niet... Gezellig. Ook als de camera's niet draaien. Maar ik snap de vraag wel. Kijk, als mol heb jij bij elke opdracht een perfect scenario in je hoofd zitten. Dus dan weet je al van tevoren, oké, ik ga nu die opdracht krijgen. En het meest perfecte zou zijn als ik dat en dat en dat en dat en dat zou doen. Maar je komt wel eens in situaties terecht, in onvoorziene situaties terecht, waarin je moet improviseren. En tijdens dat improviseren, dan dacht ik er niet bij na, maar dan achteraf dacht ik van, oei, dit had zomaar ook falikant de mist in kunnen gaan. Dus dan had ik wel eens af en toe het idee van... je moet wel oppassen met wat je doet, nog steeds. Ja, maar dat is vaak met terugwerkende kracht gelukkig ook maar. Want anders was je natuurlijk veel eerder ontmaskerd. Ja, nou ja, goed, het is gelukkig allemaal goed uitgepakt. Ja. Maar dat zijn wel eens momentjes dat ik bij mezelf dacht... oké, goed, het is nu goed afgelopen, maar wees alert, blijf alert. Ik heb nog maar tijd voor één vraagje, denk ik. Die is ook weer voor jou, Kees, van Dirk Laning. Vind ik wel een hele spannende vraag. Hoe lang weet jij al, als je nu terugkijkt, dat je de mol bent? Met andere woorden, hoe lang heb je dat allemaal geheim moeten houden? Ik wist het volgens mij voordat wij vertrokken. 4 weken voordat wij vertrokken, een maandje. Ja, dus laten we zeggen van, dat je het een jaar wist of zo? 10 maanden dan. Ja, 10 maanden. Dank je, Paulien. Nou, dat is best lang dat je zo'n geheim... Ja, maar ja, dus... heel veel mensen zeggen, dat vind je dat nou niet moeilijk om het geheim te houden? Ik heb zoiets van, als je wordt gevraagd voor Wie is de Mol, dan hangt daar heel veel mysterie omheen. Dat gaat gepaard met een heleboel geheimen. En als je daar niet mee kan omgaan, dan moet je niet meedoen met Wie is de Mol. Kijk, dat is een mooie laatste woorden. Ik heb je net al gevraagd welk liedje je wilde horen. Ja, deze natuurlijk heeft alles te maken. Speciaal een beetje voor Paulien, hè? Oh, heerlijk. Heb je hem al herkend voor een cd'tje? Nee, nog niet, maar ik ben fijn. Als je hem weet te herkennen voordat hij gaat zingen, heb je een cd'tje gewonnen, Paulien. Oh jee. Kan je mooi aan het prijzen gaan toevoegen. Denk aan het vliegtuig. Oh ja, natuurlijk. Ja, ik weet het. Ja, dan had je het over Ladysmith. Black Mambazo. Juist. Ja, met? Ja, met Paul Simon natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Pauline, we hebben van jou genoten. Als winnares van de Mol. En ook van jou, Kees, als de Mol van het seizoen 2013. En leuk dat jullie ons even te woord willen staan. Dankjewel. Ja. Doeg, Pauline. Doeg.